Ik hou heel erg van koken. Als ik 's ochtends opsta, dan denk ik, ga ik vanavond maken. Dus dat is echt iets waar ik eigenlijk bijna de hele dag mee bezig ben. Ik ben sinds kort ook gestart met mijn eigen bedrijf, Puur Positief. Waar ik werk als health en life coach. Dus ik vind gezond eten ook belangrijk. Het moet in ieder geval wel altijd puur zijn. En Wit Locals is gewoon een hele mooie aanvulling op dat wat ik doe. Het is, ik kook niet alleen voor vrienden en familie, maar ook voor andere mensen die dat leuk vinden. Wit Locals is ontstaan door een privéervaring van een van de oprichters, Marijn Maas. Die was op huwelijksreis in Sri Lanka. En een van de leukste dingen die hij meemaakte was bij Locals thuis eten. En toen kreeg hij het idee, als ik het al leuk vind, hoe leuk zou het dan zijn als we het organiseren dat veel meer mensen dat zouden kunnen. Wij bieden gewoon een platform waarop je als een soort marktplaats wat je wilt aanbieden kunt koppelen aan mensen die dat leuk vinden om bij je te genieten. En wij vragen ook aan mensen van, heb je een passie voor koken? Heb je iets leuks wat je met mensen kunt doen? Schrijf je dan in Wit Locals? Ik heb inderdaad gezien wie zich heeft aangemeld, maar ik ken ze nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Dus wat we willen is mensen met elkaar in contact brengen op een onverwachte manier, zodat je onverwacht leuke dingen doet met mensen die je niet kent. Dat is de kern van Wit Locals. Het idee is ontstaan op Sri Lanka. We zijn iets meer dan een jaar geleden begonnen in Azië. We hebben meer dan 10.000 ervaringen inmiddels al. Hè? Dus mensen die wat meegemaakt hebben met Wit Locals. En in Azië zitten we in 9 landen. En we zijn sinds vorige week zijn we ook in Nederland begonnen. In de regio Eindhoven, in de regio Amsterdam en in Spanje. Je kunt je altijd inschrijven, maar wij komen wel met je praten. Want het is internet. Internet is gebaseerd op vertrouwen. En dat vertrouwen moeten we wel met elkaar regelen. We hebben mensen die komen kijken, die een hapje met je mee eten. En op een gegeven moment zeggen, nou, je kunt echt wat je gezegd hebt dat je kunt. En vanaf dat moment zit er niemand meer tussen. We hebben ons ingeschreven voor Wit Locals, omdat we echt we houden van lekker eten met de vriendengroep en in een gezellige sfeer. En normaal gesproken gaan we naar een restaurantje en we hebben behoorlijk wat restaurants eigenlijk toch al wel gehad de laatste tijd. Wel, ja. Dit is gewoon echt zo leuk. We leren tegelijkertijd leren we heel veel mensen kennen. Nou, wat ik zelf het leuke vind, is dat je krijgt dus wat anders. Het mooie van op dit moment is natuurlijk dat je ziet dat ook in de reiswereld, maar ook in de eetwereld, dat mensen wel een beetje klaar zijn met voorgeprogrammeerde formules. Je ziet het bij Airbnb voor wat betreft overnachten en ergens verblijven. En wij zitten heel erg in die trend. Nou, deze avond kosten we ons zo'n 30 euro per persoon. En dat, maar dat is echt inclusief alle wijnen, inclusief het aperitiefje. Het idee is dat als host maak je zelf uit wat het kost. Dat zet je dan ook op de site. Je kunt met mij dit komen doen, dat kost je zoveel. Wij vragen niet aan de host, maar aan de gast 20%. Het is bijzonder. Proost. Oh. Hey, smakelijk.